Aalwijk werden pistolen geladen voor een duel. Een vreedzaam duel tussen de zwemploegen van Nederland en Engeland in het fraaie zwembad De Hoefsven. Op de 4x100 meter vrije slag was Henny van der Velde in de verste baan de eerste Nederlandse zwemster. Biljarter Kees de Ruiter en zwemmer Leo Verburgt keken gespannen toe hoe Sita Postumus aan een voorsprong bouwde op de Britse Margaret Toms. Toen Sita wisselde met Kokkie Gastelaars was het duidelijk dat de Nederlandse meisjes dit nummer zouden winnen. De Britse Beryl Noakes kon de achterstand waarmee ze was vertrokken niet inhalen. Deze estafette leverde onze meisjes een ruime overwinning op in 4 minuten 23 19e seconde. Dankzij vooral de zeer snelle 100 meter van Kokkie Gastelaars. Corrie Schimmel, die op de 400 meter vrije slag niet bij te houden was, kwam na het laatste keerpunt haar naaste concurrenten op de terugweg tegen. De Engelse meisjes bleven ver achter bij Judith de Nijs en Corrie Schimmel, die won zoals ze wilde in de nieuwe Europese recordtijd van 4 minuten 57 17e seconde. Op de 200 meter schoolslag, dames, ging het hoofdzakelijk tussen Ada den Haan in baan 3 en het Engelse meisje Anita Lonsborough in de voorste baan. Ondanks de enthousiaste aanmoedigingen van het publiek had wereldrecordhoudster Ada den Haan bij het laatste keerpunt al een flinke achterstand. Anita Lonsborough toonde zich onbetwist de beste en ontnam onze landgenoten zelfs haar wereldrecord door de afstand in 2 minuten 50 3/10 seconden af te leggen. Glorieus voor Nederland verliep de 4x100 meter wisselslag estafette, waarin onze eerste zwemster Ria van Velzen het wereldrecord op de rugslag verbeterde. Schoolslagzwemster Ada den Haan kwam ook in dit estafettenummer niet tot een grote prestatie. Na de 100 meter vlinderslag van Tineke Lagerberg moest Kokkie Gastelaars proberen een achterstand van bijna 1,5 meter in te halen tegen de snelle Daphne Wilkinson. En dat lukte. Het Engelse meisje was tegen de fantastische sprint van Kokkie niet opgewassen. Het werd een Nederlandse zege in de wereldrecordtijd van 4 minuten 15,5 seconden. Na afloop werd Ria van Velzen allereerst geluk gewenst door haar voorgangster Judy Grinham, waarna ze met haar drie collega's gehuldigd werd voor het gezamenlijk behaalde wereldrecord.